We staan hier op de Nacht van het Zoete, ik ken ook u. Ik sta hier voor twee mooie dames. En jullie staan hier net aan de zeedijk, met de zee voor jullie. Al even draaien, prachtig zicht. Maar jullie staan hier niet zomaar, hè? Nee, inderdaad, ja. We zitten hier vlak op de zeedijk, we hebben ook bewust gekozen. Ja, Dom die koos eigenlijk een interieurlabel. En we hebben eigenlijk Knokken gekozen omdat wij toch wel een collectie hebben waar we van denken dat deze doelgroep het zeker zal aanspreken. Dus ja, onze collectie bestaat uit heel veel thema's en kleuren. Van een totaalconcept eigenlijk. Van decoratie tot meubilair tot ja, tapijten en verlichting. En dit is onze eigen eerste concept store. En we hebben hier eigenlijk als Belgisch interieurlabel voor Knokken gekozen. En ja. Al een tijdje bezig. Nu, Dom de Koop bestaat al toch al meer dan 15 jaar. We zijn eigenlijk vooral internationaal heel erg actief. In het Midden-Oosten, in China, Japan, Dubai. Maar voor onze concept store hebben we gekozen voor België, omdat het toch wel een beetje onze thuisbasis is. Maar we zijn al even bezig. Ja. We hebben eigenlijk 400 à 500 winkels shopconcepten wereldwijd. Dus, Wat maakt jullie zo sterk? Wat ons heel sterk maakt is dat wij een eigen sterke identiteit hebben. Dus dat mensen echt wel kiezen voor Dom Nico, omdat wij net die kleuren en ja, toch wel voor ieder wat wils hebben. Maar anderzijds, wij kunnen een totaalconcept aanleveren. Dus als mensen kunnen voor ons voor een vaasje komen, maar evengoed voor een heel totaal interieurinrichting. En ja, we staan aan de bron, dus we hebben onze eigen collectie. We staan ja, rechtstreeks bij de leverancier eigenlijk, dus we kunnen heel goede prijzen aanbieden. En we hebben de juiste creatieve mensen in huis om ook echt om, ja, interieurs op maat te maken. Dus, U wilt waarschijnlijk nog andere markten aanboren. Wat markten zijn dat dan? Markten aanboren, ik denk dat we zijn al internationaal heel erg bezig. Maar sinds kort, omdat wij een aantal grote interieurprojecten hebben gedaan, zoals hotels en dergelijke. Dat zijn zo wat markten die wij nu nog meer aan uitspelen, omdat we eigenlijk alles in huis hebben. Dus we gaan nog meer hotelinrichting doen, retail, kantoorinrichting. Dus dat is zoiets wat wij nu ja, nieuw aan het bewandelen zijn. Maar ook hier in Knokke, al die appartementen. We denken echt wel dat wij daar wel een meerwaarde kunnen zijn met ons merk. Dus. Is zo eigenlijk een beetje de doelgroep? Ons cliënteel zit eigenlijk in het betere middensegment, zeg maar. Dus u vindt bij ons echt wel betaalbare producten. Maar je hebt daar nog wel een prijsklasse van... Ja, van een theelichtje tot een wat duurdere vazen. Maar bij ons kan je echt wel de mix maken, zeg maar. Blijft de zaak hier ter plaatse, hier? Of is dat alleen maar een pop-up dingen, zoals er zoveel zijn? Oh ja, pop-up zou ik het niet noemen. Want we gaan in eerste instantie was het eigenlijk om 9 maanden hier te blijven. Maar ja, we hebben echt wel op lange termijn toch wel nog heel wat plannen. Dus we zijn hier nog niet weg. Knokke is een mooie stad. Knokke is een hele leuke stad. Je hebt hier goed eten, vriendelijke mensen, de zee, ja. Nog meer hebben, hè? Echt, ja, waarschijnlijk bent u vriendin ook, niet alleen collega. Wat doet u in het bedrijf? Wat doet u er? Ik doe de communicatie, marketingafdeling eigenlijk. Ja. En we zijn inderdaad goede collega's, ja, klopt. Nog geen ruzie? Voorlopig nog niet, nee. Dat staat niet op de planning alleszins, dus nee. En als er iemand, laten we zeggen, iets graag ziet en de ander ziet dat minder graag, wie plooit er dan het eerst? Goeie vraag. Vaak probeer je toch wel een consensus te vinden. De gulden consensus. Ja, voilà, de gulden middenweg. I woke up at 6 a.m. My eyes were closed, but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace.